hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 24 juli. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is nog steeds warm in huis. Ik zal zo het raam er even open zetten. Buiten valt het geloof ik mee. Telefoon. Ah, te ver weg. Even kijken hoor. Ja, hallo muis. Was je daar? Het is 21 graden, maar het koelt gewoon nog niet heel erg af. Dus zometeen gewoon de boeken tegen elkaar open. Gisteravond had ik het ook super warm. Dus dan vooral met koken en eten en zo. Dus ja, het is altijd even wat minder. Maar goed, daar komen we ook wel weer overheen. Ik heb gewoon weer gekeken naar Ik weet er alles van. Was weer leuk. Daarna weer de B&B vol liefde. Was ook weer leuk. Nou, een spelletje gedaan. Een vlog afgemaakt. Foto's bewerkt. Netflix-serie gekeken en ja, daarna gewoon weer zie je zij. Toen ben ik naar bed gegaan, lekker mijn boek lezen en dat was het dan ook weer. Ja, het is gewoon allemaal niet zo heel erg spannend. Maar ja, weet je, mijn avonden zijn ook gewoon niet heel interessant. Dus ja, ik vind het verder prima hoe ik mijn avonden doorbreng. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dus het was allemaal wel weer fijn. Ik zal zometeen nog even het cadeautje laten zien voor lente wat ik had besteld. Dat had ik binnen, dat had ik al beloofd om nog te laten zien. Maar ik zou in de vorige vlog dat laat ik nu nog niet zien. En nu kan ik het laten zien, want nu is zaterdag de verjaardag en deze vlog komt pas volgende week online. Dus dat is prima. Ik ga zometeen weer eventjes met die slang zeg maar door mijn afvoer. In de hoop dat het weer even wat beter wordt, want het ging goed en nu gaat het weer eventjes totaal niet lekker. Dus ik ga het toch weer even proberen. En gewoon even schoonmaken. En ik ga jullie eventjes meenemen bij het plakken van de plinten. Want ik heb plinten vastgeplakt. Daar heb ik gevlogd voor jullie. Met die tape zeg maar van Temu. Dus dan ja, heb ik jullie daar even bij meegenomen. Is ook wel leuk. Ik moet er nog eentje hoor. Ik moet die hier al in de kamer. Moet ik er nog eentje. Maar dan moet ik even de halve kamer voor verbouwen. Daar had ik niet zo heel veel zin in met die warmte. Dus dat komt nog. Maar eigenlijk alles is vastgeplakt op die ene dus nog na. Ik zal nu eerst even dat laten zien en dan ga ik eventjes lekker aan de gang. Dit is eigenlijk een soort van het hoofdcadeau noem ik het. Althans, het is het duurste cadeautje wat ze krijgt. Ik heb gewoon een bepaald bedrag waarvoor ik cadeautjes koop. Ja, ik ben natuurlijk ook alleen. Dus je hebt ook niemand waarmee je het eventueel zou kunnen delen als je daar zo van bent. Maar Lente die krijgt dus van Playmobil deze set. Dat is voor het dolhuis. Hij heeft dus zo'n huis. Maar dat huis dat is dus nagenoeg leeg als je die koopt. En die kun je dus zelf inrichten. Dus ik heb de badkamer gedaan. De badkamer met lichtbad. Wel heel erg leuk. Natuurlijk zit ook echt een poppetje bij. Kijk, die kun je dan ook echt het handdoekje omdoen. En er een... ja, dit bij. Nou, dat lichtbad. Eentjes. Oh, wat grappig. Er zit zelfs een weegschaaltje bij. Nou, toiletje. Hartstikke leuk te zetten. Dan kan ze dat zelf inrichten. Dus dat is die. En ik had voor mezelf nog twee lipglossjes gekocht. Die waren nu in de sale bij Bol. Die was korting op. Dus ik zal de linkjes ervan nog even in de beschrijving zetten. Ik weet niet of die nog steeds zo goedkoop zijn. Maar ik heb allereerst de van Maybelline de Plump Max Lip Gloss met Chili Paper. En ik heb dus deze. Hij heeft volgens mij ook een kleurtje, maar die kan ik zo... Oh ja, 003 Pink Sting. Dus die. En ik heb ook van Maybelline deze, de Lifter Gloss. En dat is een hyaluronic acid deze, die vond ik ook leuk. En deze heeft de naam 005 Petal. Dus die had ik nu met flinke korting gekocht. Dus nogmaals, ik zal de linkjes ervan in de beschrijving zetten. Mocht je nieuwsgierig naar zijn, zou je eventjes kunnen kijken. Sommige kleuren waren wel goedkoop, sommige kleuren niet. Dus het was een beetje zoeken van welke zijn dan echt goedkoop. Maar dat is nog wat ik voor Lent had gekocht. En dan laat ik, als ik het ga inpakken, nog wel eventjes de andere cadeautjes erbij zien. Dit ga ik even opruimen. Dan ga ik hier eventjes lekker aan de gang. En dan laat ik jullie zien hoe ik mijn plinten heb vastgeplakt. Thank you.
Zo, ik ben net klaar, maar het ging niet soepel met die afvoer, want ik had echt alles los. En toen begon die in één keer, had ik helemaal ontstopt en schoongemaakt en met die veer erin. En dat ging allemaal wel en ontstopper erin gegoten. Dus ik dacht, nou, dan gaat het wel goed. Had ik alles weer aangesloten, bleek het niet helemaal goed te zitten. Dus alles liep ernaast. Het hele kastje overstroomde, kon ik alles weer opdweilen, alles nat. Dus dat was echt een drama, dus vandaar dat ik pas heel laat klaar ben. Maar ik heb nu wel alles weer schoon, maar... Het was niet zo heel erg fijn. Maar goed, ik hoop dat het geholpen heeft. Het zal wel weer niet. Ik heb echt geen idee. Ik voel me ook heel vies nu. Dus, maar ik heb het ook helemaal warm. Het was niet helemaal handig. Ik heb ook viezigheid in mijn jurk. Dus dat moet ik straks ook schoonmaken. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen. Want daar heb ik nu wel heel veel zin in. En lekker eten. Vanavond eigenlijk gewoon weer de standaard dingen. Ik weet er alles van. B&B voor liefde. Spelletje doen. Blogpost schrijven. Thumbnail maken. En de video in elkaar zetten. En dan ga ik lekker mijn Netflix serie verder kijken. Ik geloof dat ik nog 4 afleveringen heb. Zaterdag heb ik de laatste. Dan ga ik daarna lekker nog even CSI kijken. En naar bed om mijn boek te lezen. En dan vind ik het wel weer mooi geweest. We gaan er ook twee net weer ruzie maken. Katten zeiden heel onrustig omdat het even een bende was. Maar alles is opgeruimd. Maar nu ben ik gewoon heel erg moe. Dus ik ga bij deze dan ook gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 25 juli. Ik een beetje moe. Niet heel lekker geslapen. Maar ja, raar dromen en alles. Dus dat is een beetje vervelend. Gisteravond had ik ook nog een heel groot probleem. Ik was gistermiddag bezig geweest met de afvoer. En ik gooide op een gegeven moment het water van de airfryer weg. Omdat ik hem had afgewassen. En alles lekte er doorheen. Dus het water kwam allemaal uit het kastje zeilen. Dus het heeft me echt super lang gekost om alles weer, ja, toch uiteindelijk goed te krijgen. Het is nu gewoon weer, het zit allemaal nu goed vast. Blijkbaar zat er toch iets niet helemaal goed. Ja, kan gebeuren, maar was wel heel vervelend natuurlijk. Maar het is uiteindelijk nu allemaal wel weer gelukt, dus het is nu wel weer goed. Maar ik had wel even zoiets van, shit, dit is... Tijger! Hey! Je hebt een krabpaal. Tijger die heeft de neiging om te krabben aan het vloerkleed, maar ze heeft een krabpaal. Dus ja, dat was gewoon eventjes allemaal heel erg rot. Dus nou ja, goed, uiteindelijk is het allemaal gelukt. Maar ik had wel even zoiets van, oh jee, krijg ik het allemaal nog wel goed. En mijn moeder zei op een gegeven moment al van, ah joh, anders moet je het gewoon morgen doen. Ik zeg, nee, ik wil het wel gewoon weer terug in het kastje kunnen zetten. Want ik vind het gewoon nu heel vervelend. Dus uiteindelijk is dat gelukkig wel gelukt. Verder heb ik gewoon gekeken naar, ik weet er alles van. En de B&B vol liefde was verder allemaal prima. Ik heb nog wel even een spelletje gespeeld. En toen ben ik... mijn vlog gaan uploaden, heb ik de thumbnail gemaakt, heb ik mijn blogpost geschreven, dus dat ging eigenlijk allemaal wel goed. Lekker mijn Netflix serie gaan kijken en daarna nog even CSI. Toen ben ik lekker naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Toen ben ik ook lekker gaan slapen. Eigenlijk kom je nu een beetje dan achter een verhaal wat al vanaf het begin van het boek speelt en duurt al zo lang voordat je erachter komt wat er dan aan de hand is. Ik ga zo eventjes stofzuigen en doen en dan ga ik eventjes de boekenvideo opnemen, want die was natuurlijk niet goed gegaan vanwege het geluid. Mijn coach is er laat, dus die appte als ze weg zou rijden. Maar het zou pas 4:15 worden, dus ik heb nog wel even de tijd. Dus dan ga ik dat mooi eventjes doen. Dus dat klaar en dan straks gewoon even alles pakken, de tassen en zo. En dan kan ik de deur uit. Dat is voor nu de planning. Ik neem jullie nog even mee met boodschappen doen. En dan zie ik jullie sowieso weer als ik terug ben van het boodschappen doen.
Zo, ik ben terug van de boodschappen. Ik heb gehaald toiletpapier. Hij was nog in de aanbieding. En toiletpapier gaat altijd wel hard zitten. Nou, ik neem er weer even eentje mee. Even tijd spuiten, want die komt weer naar de camera toe. Voor Nathalie heb ik zo'n hanger gehaald. Dus ze wilde ook graag zo'n tashanger. Die kon ze daar niet vinden. Ik had haar gebeld, maar ze nam op dat moment niet op. Want ze had gevraagd of ik wilde kijken. Dus ik heb hem meegenomen. Ik heb een foto gestuurd. Kan ze even kijken of ze wil. Maar als ze niet wil, dan breng ik hem wel terug. Even het foldertje van de Lidl alvast. Ik heb afgelopen week geen folders gehad. En dan vind ik het wel leuk dat ik dan toch die van de Lidl heb. Dan heb ik hem in ieder geval liggen. Dan kan ik hem eventjes gaan inkijken. Dan heb ik een zakje met aardappeltjes. Twee keer de toetjes. Was nu voor 2 euro. Dus ik heb er 2 meegenomen. Een pakje met verband. Dat voor Lent toen jarig was een cadeautje meegenomen. Dus ik heb voor Jara deze gekocht. Een rompetje met korte mouwen met lijntje erop. Wel heel erg leuk. Ik hoop dat het een goede maat is. Want het is 86,92. Het is 1,5 tot 2 jaar. Maar dan zit hij iets ruimer. Hij heeft er gewoon iets langer wat aan. Want ik vond, anders krijg je 74,80. En ze zit op 80. Dus ik vind het een beetje lastig. Andere tas. Dan heb ik spekjes. Boontjes. En ik heb ook een zakje voor mijn moeder. Want mijn moeder die komt niet echt vaak bij de plus. Dus eigenlijk nooit. Dus ik zei, zal ik het meenemen? Hollandse chocomel. Hier het zakje voor mijn moeder. Dus die doe ik even in de vriezer. Kan ze die zaterdag mooi meenemen. Dan heb ik een bakje met slavinken. Oma's friet. Was in de aanbieding. Kattenvoer weer. Hier heb ik kipfilet. Dan heb ik hier spinazie voor maandag. En dan heb ik mijn moeder die zei van ja, ze heeft een hele goede deodorant. Dus ik dacht nou kan ik wel proberen met het zweten. Want ik heb altijd normaal ook wel die dure. En dit is van... Waarom talco? Hier zit talco in. Dat was 2 voor 6 euro. Dus ik heb 2 keer een bus. En ik had nog de sponsjes gekocht uit die Live Life & Coral collectie. Want die vond ik ook wel fijn. Maar die waren al uitverkocht. En ja, dat was het. Dus ja, ik ga dit nu eventjes opruimen. En dan ga ik even lekker douchen. Lekker eten maken straks. Ik ben nu wel moe hoor. Ik heb last van mijn rug. Maar dat had ik gisteren al. Naar aanleiding dat ik zo lang met die ding bezig was geweest. Met die grootsteen. Dan ga ik vanavond gewoon weer lekker, ik weet er alles van, kijken. En de BNB vol liefde. Ik denk dat er een buitje aan komt. Het begon een beetje te spetteren. Het koelde ook wel een beetje lekker af. Dus dat was fijn. Ik ga nog even een spelletje doen. En mijn foto's lekker bewerken. En dan ga ik lekker mijn serie weer kijken. En nou, dat is het dan ook wel. En dan ga ik lekker nog even CSI kijken. En dan ga ik lekker in bed mijn boek lezen. En dan ga ik slapen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan even opruimen en alles. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 26 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net een video opgenomen. Dus dat is ook weer fijn. Dat is allemaal weer gelukt. Dus dat geeft weer een beetje ademruimte. Dat ik alweer vrij ver ben met het opnemen. Dus dat is allemaal wel fijn. Gisteravond heb ik gekeken naar, ik weet er alles van, de BNB vol liefde. En ik had Ajax, want er was voor de Europa League voorrondes moesten ze. Ze hebben het wel gewonnen hoor, maar ik merk wel dat ze nog niet echt alle hoofdspelers erin zetten. Maar het was op zich ook wel weer leuk om even te kijken. Want ik merk gewoon dat ik het ook wel mis en ook wel weer blij ben als het straks begint. Dus dat was fijn. Nou, BNB vol liefde was ook eigenlijk wel weer hartstikke leuk. Ik merk wel steeds meer mensen inderdaad die ook wel aangeven dat dingen dat ze raar vinden. Maar goed, misschien hoort dat er ook een beetje bij. Het is op zich wel lekker afgekoeld. Helaas is er weer weinig regen gevallen wat er voorspeld was. Dus dat is wel weer jammer. Het is 22 graden. Verder rest heb ik lekker mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even een nieuwe maken. Daar was ik niet tevreden over. Dus dat zal ik straks ook eventjes doen. Dan is dat klaar. Toen ben ik lekker mijn serie gaan kijken op Netflix. Wat echt wel steeds een andere vorm krijgt. Ik kreeg al de vraag welke serie ik nou keek. Dan kan ik hem nog een keertje opnoemen.
Want hij is vrij populair momenteel. En ik kijk dus Pedaco de Mim. Maar ik had het al bij diegene die dat vroeg ook geschreven hoor. Maar misschien waren er meer mensen die er enthousiast over of benieuwd naar waren. En daarna heb ik lekker CSI gekeken. En toen ben ik gewoon lekker naar bed gegaan om een boek te lezen. Die krijg ik vanavond uit. Dus dan heb ik het toch weer gered, 4 boeken. Dus dat is ook wel weer leuk. En toen ben ik lekker gaan slapen. En ik was ook gewoon heel erg moe. Dus dat was op zich ook wel lekker. Nu ga ik zo eventjes lekker stofzuigen. Alvast een deel van de kwasten wassen. Het water in de keuken loopt helemaal niet weg. Dus ik moet even iets losdraaien dat het wegloopt. En dan ga ik er ook niks meer doorheen gooien. Totdat ik eventjes contact heb opgenomen met de woningbouw. En de cadeautjes inpakken voor Lente en Yara en dat soort dingetjes. Dus ik neem jullie gewoon weer gezellig mee. Dus eventjes een muziekje aan. En dan ga ik eventjes lekker aan de gang. Verder heb ik ook eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Want er is eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. Ja, Nathalie was trouwens super blij met die strep. Zij appte later van, oh sorry, ik heb helemaal niks gehoord. Dus ik zeg, oh dat geeft niet, ik heb hem voor je meegenomen. Mocht je hem niet leuk vinden, breng ik hem wel terug. Maar ze vonden hem hartstikke leuk. Dat was fijn. Dan, ik had even een foto gestuurd. Dus ze vonden hem heel erg leuk. Dus dat is wel super fijn. Goed, dat eigenlijk. Dus ik ga dat nu eventjes lekker doen. En dan, neem ik jullie gezellig mee. Tijd om cadeaus in te pakken. Voor Lente heb ik deze bubbelfontein. Er komen dus allemaal bubbeltjes uit. Nou, dat vond ik wel leuk. Daar heb ik dan ook gelijk een fles met bubbel bij. Want dat hoort erbij. En er zit een heel klein flesje in. Je kunt hem hier zien zitten, maar dat is zo onwijs klein. Ik denk, doe er wel gewoon zo'n fles bij. Verder krijgt zij nog deze Playmobil. Voor zo'n huis, zeg maar. Dat vond ze heel leuk. Voor mijn moeder heb ik ook zo'n katje gekocht. Vond ik wel leuk. En voor Yara dan dit leuke rompetje van Nijntje. Die vind ik ook wel heel schattig. Ik heb hem wat groter. Alles is ingepakt, dus dat staat mooi klaar. Dat kan dan morgen zo mee. Dus ik stop het even in een tas en dan staat alles klaar. Dus dat is ook weer fijn. Zo, de cadeautjes zitten in de tas, dus dat staat mooi klaar nu. We hebben het water eruit gelaten. Ik heb hem even opengedraaid en hem even schoongemaakt. En nu eventjes niet gebruiken, maar ziet het er in ieder geval een beetje schoon uit. Dus dat is fijn. Zo, ik ben klaar. Ik heb gelijk een beetje hoofdpijn, maar best wel druk geweest. Het een en ander gedaan. Ik zou eigenlijk nog een was aan zetten, maar dat ben ik helemaal vergeten. Nou, dat moet al maandag maar, hoor. Dat is even niet anders. Ik heb er gewoon niet meer aan gedacht. Ik ben die video op gaan nemen. Toen ben ik hier nog even wat dingen gaan rommelen. Toen heb ik de cadeautjes ingepakt. Die groot zijn even schoongemaakt. Dus ik heb op zich best wel wat klusjes gedaan. Maar ja, goed, dan vergeet je soms eventjes van, oh ja, ik zou die was nog aanzetten. Maar op zich is het niet erg, want ik heb nog wel wat was die daarbij kan. Dus dan zet ik hem maandag gewoon aan. En anders een keer, want het weekend s'nachts een keer, dat kan ook prima. Ik ga nu wel even een aspirine nemen. Ik heb echt een beetje hoofdpijn. En dan ga ik eventjes lekker op de bank, even lekker relaxen. Daar heb ik wel zin in. Het is toch nog best wel warm als je bezig bent, maar het is allemaal gelukt. En ik heb zo'n lekkere verfrisser in mijn stofzuiger zitten. Die heb ik een keer bij de Zeeman gekocht. Ik had de zak verwisseld en er ook zo'n, van die balletjes zitten daarin. Het is zo'n lekkere geur. Ik hoop eigenlijk dat ze hem nog hebben. Ik heb er al een tijdje niet op gelet, omdat ik weet dat de supermarkt het ook verkoopt. Maar als ze hem daar nog hebben, zou ik hem wel weer een keer willen hebben, want hij is echt wel super lekker. Ik ga nu dus eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks eens lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik naar, ik weet er alles van. En daarna ga ik lekker Hudson en Rex kijken. Want verder is er eigenlijk niks wat ik leuk vind. Dus dan ga ik dat lekker kijken. Daar heb ik wel zin in. Nieuw seizoen.
Ik ga nog even een spelletje doen. Dan ga ik de video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Ik moest die nieuwe foto nog doen. Kan nog. Het is lang dicht, dus dat komt goed. En dan ga ik lekker eventjes... Ik kan het zo eerst nog wel eventjes doen. Mijn Netflix-serie kijken. Ene laatste aflevering. En daarna ga ik... Scott en Bailey kijken. Dan ga ik lekker in bed mijn boek uitlezen. En dan ga ik slapen. Want morgen word ik ook weer een beetje op tijd opgehaald voor de verjaardag van Lente. Dus nou, dat is eigenlijk voor nu eventjes de planning. Dus nu eventjes lekker een aspirintje. En dan ga ik eventjes lekker de bank op. Dus ik zou bij deze dan gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 27 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik heb alleen echt onwijs last van mijn ogen. De hooikoorts. Mijn antitragus is een beetje ontstoken. Dat is deze, zeg maar, dat ringetje. Dus het is allemaal eventjes niet zo lekker. Ik heb ook daardoor niet zo fijn geslapen. Ik werd al wakker met die ogen die heel erg veel pijn doen. En de neiging hebben om dicht te gaan zitten. Maar goed, ik heb er weer eventjes druppeltjes in gedaan. Dus ik hoop dat het nu allemaal weer even goed komt. Ik word zo meteen opgehaald. Nou, het duurt nog even voor de verjaardag van Lente. Dus ik kan nog even stofzuigen. Ik werd al wakker. Toen kwam ik de kamer in. Lag de kots. Ja, dat is ook zo lekker, weet je wel. Ja, natuurlijk kan een keer dat de katten ook ziek zijn. Maar als je daarmee wakker wordt, dat is niet zo heel fijn. Maar goed, dat hoort er soms bij. Gisteravond heb ik gewoon gekeken naar Ik weet er alles van. Was weer heel erg leuk. En daarna ben ik lekker Hudson en Rex gaan kijken. Dat was echt weer super genieten. Het nieuwe seizoen, seizoen 6. Dus dat was echt weer super leuk. Ik heb nog even mijn nageltjes bijgewerkt, zodat ze netjes zijn voor de verjaardag. Ik heb even een spelletje gedaan. Ik heb mijn video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Dus alles is gelukt. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Vanavond helaas de laatste aflevering. En daarna Scott en Bailey. Toen ben ik naar bed gegaan. Mijn boek uitgelezen. Ook al gelijk het laatste deel van die reeks gestart. Dus wat dat betreft ging het allemaal wel goed. Ik zal zo nog even mijn outfit laten zien als ik mijn schoenen aan heb. Maar ik ga eerst nog even stofzuigen en de bakken scheppen. En zorgen dat alles klaar is. Zodat ik straks gewoon de deur uit kan. Dus ja, dat is eigenlijk voor nu eventjes de planning. En dan neem ik jullie gezellig mee naar de verjaardag. En dan kijk ik even wat ik kan filmen. Dus zometeen nog even mijn outfit, maar nu ga ik even aan de gang. Mijn outfit. Ik heb de jurk aan van de Vibra, van de Yel collectie. Ik heb lekkere legging aan, want ik vond het niet heel warm. En mijn panty ziet er ook niet uit, want ik heb deze sandaaltjes aan. Die had ik bij de... Ik blijf ze gekocht, dus nou, dat is de outfit voor de verjaardag. Dus verder ben ik nu helemaal klaar. Ik heb ook mijn lipstick opgedaan, zoals jullie kunnen zien. Dus nou, nu wacht ik tot ze er strakjes zijn. Dus ik ga nog eventjes lekker knuffelen met de katjes. Ja. Kun je de strakjes nog bewaren misschien? Oh ja, hier ook. Dat help ik ook een beetje mee. Oeh, nou, dat wordt lastig. Nee, dat kunnen wij. Zo, strikjes aan de kant. Kijken wat daarin zit. Heel goed van je. Het is wel goed volgens mij. Goed zo, scherm erover. Ik had echt maar zoveel koffie voor jullie hoor. Nee, ik ben toch wel mooi. Geef jullie zo'n propje papier, dat is misschien ook leuk. Echt? Dat is mensen! Wat is dat groot? Mega! Ziet er wel goed in uitpakken hoor. Oh, heeft Sabine weer veel plakband gedaan? Oh, kijk eens. Jullie wat goed! Heb je die helemaal zelf gekocht? Ja, daar heb ik alleen maar opgekocht. Dat is wel wat. Helemaal zelf uitgekozen. Doe dat is makkelijker. En gehaald. Ik heb nog wat andere bedoelingen. Ja, vooral deze erop in. Ja, een CSV. En dat je dan wel net wat op jouw... Zet. Nee, dat is van binnenstad. Oké, zo. Kijk eens wie naast jou staat. Staat oma naast jou? Dat is oma. Het is nu wel extreem. Is dat oma? Wat is dat? Dat heb ik ook echt beide. Wat voor woord staat erop, Sabine? Druklampje. Een druklampje? Oma, ik hoop. Dat is handig. Kijk. Voor naast je bed. Openmaken hier. Zet op je hier. Zullen we zo zeggen? Het eten is erop. Maar ik moet echt een reetje. Dat is Mickey White. Oh. Nee, hier staat het taart. Dank je wel. Hoe lang was jij? 80.
Hey. Oh, dat is vet cool, Lente. Het is een bellenblaasmachine, Lens. Dan hoef jij niet te blazen. Er komen zelf bellen uit en dan kun jij de bellen vangen. Dat is mooi. Oh! Oh ja. Ik denk dat vind ik zo klein wat daarbij zit. Er moeten wel batterijen in. Ja. Ja. Ik heb heel veel cadeautjes. Ja, ja, heel veel cadeautjes. Een nachtdienstje. Ja, ik vind dat een netjes in. Nee, serieus. Nee. Ik heb lekker nu 2 ton nog leggen. Ja. Ik moet denk ik nog wel een stuk of 9 tegen zo. Ja, ik weet het tips, hè? Jij moet... Ja, we slapen... Jij moet zeker 2 maken hebben tussen... Achterwet houden. Oh, heb ik te veel plakband gedaan? Ja? Oh, je moet zeker een frame maken van tussen de 56 en 58 centimeter. Oké, ik heb nu. Want jij 54 aan de hand, denk ik. Ja. Dus je ziet een beetje kort. Ja. Kijk, dan heb ik genoeg vakantiegeld. Ja. En inderdaad, dat kan ook wel, als je last van knieën hebt, dat zal dat eigenlijk niet. Ja, nou is het, dat boek kan je wel verlezen. Dan ga je in verdiepen. Ja. Dan is het juist de bedoeling om minder last van je knie te krijgen. Hardlopen wil. Zie je? Die derde ook van onderwijs. Een rompetje van jou, dat is ook iets duur. Ja. Ik zit gewoon op. 75, 85, 86, 85, ja. Ze hebben het nog niet zo door. Dus nee, ik snap je wel hoor. Ja. Kijk, ja, ik ga uit de ballenbak. Ja, de groep ze. Ik ga naar draai. Ja, ze gaat weer uit de bak. Hoe zal lachen dat ze niet door dat tunneltje kwam straks? Ja, dat is erbij. Ja. Hè? Je wilt erbij zitten. Yo, wat is dat? Maar ik ga er niet uit mijn bed brengen. Deze straks worden ook opdraaien. Ja, dan ga ik er zo naar bed. Kijk eens. Dat is top voor in je machine. Wow. Dat is een beste grote plek. Ik ga even gaan steden. Oh, wauw. Vet, hé. Ben ik zo blij dat ik dat niet, want ik dacht nog voor vakantie. Ik ben leuk voor de komen. Maar ik heb gewoon Hop, Phil! Ja, veel bellen, hè? Mooi hoor! Je kan hem ook op het gras zetten, anders, hè? Dan kan je net... Ja, vind je hem op het gras? Ja, een paar jaar doen we nog echt. Dan moet je hem even uitdoen. Ik doe een busje zitten maken. Oh. Oh. De foto's van? De oma misschien, maar. Jij hebt foto's. Ja, ja, is wel echt heel leuk, ja. Ja. Dat is voor Yara. Ik weet niet of dat zo, misschien bij mijn moeder of Facebook ooit. Heel breekbaar. Ooit. Kijk hoor. Nee, ze is nog geen stof. Oh, heet oma ook. Ja, maar kom liepen. Ja, dat is waar leuk. Corrie. Oh, heet mijn moeder ook weer. Corrie. Dat is erg, hè? Hallo. Misschien kan ik het touwtje vinden. Oh, leuk, Lente. Klein. Oh. Sakara. Ik kan wel heel erg op zitten. Ja, ja. Het was al dat ik nog op straat heb. Ja. Nee. Oeh, Jezus! Oh! Wow! Wat een doos van peperkamer! Wat word je weer verwend, Lente? Ja, dat is helemaal dichtmaken. Zo. Oh. Oh, ja, wel beter als het gordijn. Kijk, dat is toch... Ja, maar dit was wel een mooie oplossing, geloof ik. Maar... Ja, moest prima. Ook even eentje vinden wat een beetje betaalbaar is. Ja. Dat moet er 8 deuren in. Ja. Maar niet meer zo'n systeem als aan de zijkant. Die aan elkaar doortrekken, maar weer allemaal losse deuren. Ah. Oh. Veel beter. Wow. Zo. Oh.
Zo. Wat zei je, schat? Hij heeft een boerderij nagebouwd waar die grond is. Ja. Andere keer morgen, ja, het dak half erop en dan half open, dat je ook weer in de stal kan kijken. Dat is een... En dan is het opperpop, dan ben jij ontzettend verwend. Dan heb ik heel veel. Heel veel. En dan krijg je van opa en oma krijg je later nog een cadeautje. Oké. Gaan we dan uitzoeken in de winkel. Wat een mooi papier eigenlijk, had je dat al gezien met eenhoorns? Ja. Nee, dat is ook de bedoeling van een cadeautje, dat je weet wat dat is. Hoe wist je dat? Is het klein worden? Nee, hè? Een nieuw camera! Wat een giraf! Een giraf! Een lang nek! Je bent zelf een lang nek. Ik ben niet een lang nek. Ik ben niet een lang nek. Ik ben wel een lang nek. Hallo. Ja, hallo. Ik heb een hoorn op mijn hoofd. En jij bent een eenhoorn. Ja. Hoe heet jouw eenhoorn? We hebben hier al geen insuline. Oh, maar je gaat verkeerd. Ja. Oh, dat in de graad, ik geloof. Ik zie het ook. Ik heb een... Oh, dat is een papa met een kat. Een papa met een kat. Dat is jouw papa. Hey, en een roze wc. Hey, dit vind ik hallo. Wat zeg je er? Kijk, op de voorkant kan je het goed zien. Als je mond draait. Kijk. Mag ik zien? Welke had jij? De badkamer. Zo, ik ben weer thuis van een superleuke verjaardag. Het was echt supergezellig. De cadeautjes vielen allemaal in de smaak. Ze wilden ook gelijk het ding uittesten. Dus dat was wel superleuk. Ik heb die bubbels, zeg maar. Dat ding zeg ik, dat klopt helemaal niet. Die bubbels wilden ze uittesten. Dat ging superleuk. Ja, en verder ging het eigenlijk gewoon allemaal wel gewoon heel goed. Ze had leuke cadeaus gehad. Ze was goed verwend. Ik heb lekker met haar gespeeld en met Yara gespeeld. Dus dat was allemaal superleuk. Nu ga ik zo lekker douchen. De hele middag ook buiten gezeten. Straks even wat eten. En dan, mijn moeder had nog wat dingetjes meegenomen. Laat ik morgen wel even zien. Want ik ben nu een beetje moe. Dus ga ik vanavond gewoon even lekker wat terugkijken. Ik weet nog niet precies wat, maar dat ga ik wel eventjes zien. En dan komt het ook allemaal wel weer goed. En dan ga ik verder... Ik ga even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. En dan de laatste aflevering van mijn Netflix-serie kijken. Wel jammer, maar goed, dat hoort er ook bij. Nog even zo'n blue light. En dan ga ik lekker naar bed nog even lezen. Want ik denk dat ik wel gauw slaap. Want ik stond al niet heel opgewekt op. Omdat ik heel erg last heb van die ogen. Het oor. Dus dat ga ik zo ook eventjes lekker met een antidesinfectie wassen onder de douche. Dus dat komt helemaal goed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu eventjes lekker even douchen en dat soort dingen. Dus dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 28 juli. Ik zit nog even lekker op de bank. Ik heb heel erg last van mijn spieren. Mijn rug doet zeer, maar ook mijn zij. Waardoor ik weer niet zo goed slaap. Zeg maar, mijn heupbot doet heel erg zeer. Het trekt ook een beetje door naar boven. Dus dan kan ik niet zo goed bedrijf vinden met slapen. En dat is soms een beetje lastig. Gisteravond, ik heb gewoon lekker gegeten nadat ik had gedoucht. Ik heb even lekker televisie zitten kijken. Ik heb hem voor de rechter gekeken. Nog even zo'n ander programma waarin ze dan op internet mensen treiteren, oplichten. Die worden dan ook weer opgespoord en zo. Dus ik weet niet precies hoe het heet. Ik zal het wel eventjes opzoeken. Zet ik het wel even in beeld neer. Maar is op zich wel heel interessant. Maar het is allemaal al een keer op tv geweest. Het is gewoon allemaal heb ik nog eens opgenomen. Dat kijk ik dan terug. Mijn vlog heb ik voor het grootste gedeelte weer in elkaar gezet. Dat is ook fijn. En toen ben ik de laatste aflevering van mijn Netflix-serie gaan kijken. Echt een heel bijzonder einde. Ik had het niet zien aankomen. Dus ik ben wel heel benieuwd of er nog een tweede seizoen van komt. Zou leuk zijn. Maar ja, of het gebeurt, dat is altijd de vraag natuurlijk. En toen heb ik nog even Blue Lights gekeken. Toen ben ik naar bed gegaan. Heb ik nog heel even gelezen, maar niet zo heel lang. Want ik merkte dat ik wel heel erg moe was. En toen ben ik lekker gaan slapen. Zometeen gewoon eventjes stofzuigen. Ik moet weer even mijn voeten bijveilen, want het is weer helemaal,
helemaal vervelend geworden. Het is helemaal niet meer goed en het voelt niet lekker aan. Dus dat moet wel eventjes weer gebeuren. Ik baalde wel van, ik heb het net 2 weken terug gedaan. Maar ja, dit is ook niet echt prettig. Dus 23 graden, het is wel overwegend bewolkt. Ik heb het eigenlijk gewoon een beetje fris. Maar van de week wordt het weer een paar dagen dat de temperaturen weer vrij hoog liggen. Even groenten afhalen en foto's maken. Dus dat is het dan ook wel. Dus nou ja, ik laat straks gewoon even de fotospulletjes zien. Maar ik zal eerst even de spulletjes laten zien die mijn moeder nog had meegenomen. Dus dan is dat ook weer eventjes rond. Van mijn moeder kreeg ik heel leuk dit leuke biggetje. Hij is voor buiten eigenlijk. Dus ik moet even kijken of ik hem nog bij de voordeur neer kan zetten. Op het, ik heb daar zo'n ding staan. Zo'n garden van hout, zeg maar. En er zitten 2 plankjes aan, daar kun je dingen opzetten. Dus hij is eigenlijk voor buiten. Maar als het niet past, dan zet ik hem leuk binnen neer. Want ik wil natuurlijk niet dat hij kapot gaat. Dus die had ik gekregen. Verder, wij zaten BNB voor Liefde te kijken. En dat wordt gesponsord door Lees. Toen dacht ik, ik krijg eigenlijk gewoon spontaan zin in chips. Maar ja, die grote zakken is voor mij gewoon niet handig. Want ik eet het niet op. Had de moeder van Kropi zo'n combipack gekocht. Daar zaten 2 zakjes materiaal in. Dus ik heb 2 zakjes materiaal chips. Dus, want ja, er is allemaal paprika en bolognese. En daar hou ik niet van. Dus ik heb 2 zakjes met materiaal Kropi gekregen. Mijn moeder had nog even wat andere dingetjes gehaald. Onder andere de ontbrekende eyeliner, de roze. Ik had in de Action Shop blog verteld dat ik die wel in mijn mandje had gestopt. Maar blijkbaar is die in de Action eruit gevallen. Want hij stond ook niet op het bonnetje. Dus ik heb hem ook niet afgerekend en bij de Action laten liggen. En hij was nu deze week in de aanbieding. Dus die had ze eventjes voor mij gehaald. Even 2 vochtvreters. Deze, ik moet in huis echt meer vochtvreters neer gaan zetten. En ik kwam er nu nog 2 tekort. Dan kan ik er boven ook even neerzetten. Zijn ik van alweer die dan ook even halen. Dus 2 van deze. Oh ja, verder kreeg ik nog zo'n zakje met deze. Ik gebruik die altijd na het eten om mijn gebit ook eventjes te reinigen. Mijn moeder vindt ze niet zo fijn, dus die had ze nog liggen. Zei ze, nou, dan mag ik die ook wel. Ze had even 3 van die dingetjes opschuimmelk gehaald. Ik kocht altijd deze van de Melkan en die vind ik ook heel lekker. Maar het probleem was een beetje dat de Plus heeft hem bij mij niet meer. De Boni heeft hem sowieso niet. Die heeft alleen het merk van Friese Vlag. Wel die kleine pakjes, maar die vind ik best wel duur. Dus ik had toen bij de Plus een andere gevonden. Die waren dan toch nog goedkoper dan de Friese Vlag, maar wel duurder dan deze. Maar die hebben ze ook niet meer momenteel. Dus toen zei mijn moeder, nou dan kijk ik wel eventjes. En die had ze nog gevonden bij de Dekamart. Dus daar 3 van. En mijn armbandje is terug, dus die kan ik weer omdoen. Ik vind het wel een beetje spannend, want hij is dus weer... hij is wel heel kwetsbaar ook, had die man gezegd die hem gemaakt had. Maar hij is dus wel weer gemaakt. Maar ik vind het ook wel spannend. Maar die wil ik wel weer om. Kijk, nu is hij weer helemaal heel. Dus nu kan ik hem weer, weer dragen. Dus het is ook fijn. En van mijn vader kreeg ik deze. Dat is een opener. En daar kun je dus ook potten mee openen. Ik weet niet hoe waar hij hem vandaan heeft. Nou, maakt ook niet uit, het is wel leuk. Een opener is altijd handig. Soms heb je wel eens een flesje of zoiets wat niet open wil, maar je kunt hem dus ook met andere dingen gebruiken. Dus dat. Dus dat wilde ik jullie nog eventjes laten zien. Dat ik dat weer had gekregen. En die dingetjes die, deze dingetjes die ik net liet zien, die heb ik dan gewoon terugbetaald aan mijn moeder die ze had gehaald voor mij. Ik heb fotospullen gepakt. Ik ga de Hair op Styling Brush proberen. Ik ben wel heel erg benieuwd of dat werkt. Daar ga ik dus een review over maken, waardoor je dus makkelijk alles bij elkaar zou kunnen kammen. Dan heb ik hier nog 4 hardcore lippenbalsems van Essence. Die ik ga proberen. Er zijn 4 verschillende kleurtjes, zoals je kan zien. En dan ga ik de... Soft Clam Filtervloed van Catrice proberen. Dus ik ben benieuwd. Ik ga hier nu eventjes foto's van maken. Dan is dat ook weer klaar. En dan kunnen we weer dingen uit gaan proberen. Zo, ik ben klaar. Ik heb gedaan wat ik wilde doen. Dus dat is mooi.
foto's zijn klaar. Ik heb net alles opgeruimd. Ik moet nog even de laatste dienblaadjes en zo terug in het laadje doen. En de lamp is aan het afkoelen. Dus die moet straks ook weer even terug in de lade. De bonen zijn afgehaald. Dus allemaal helemaal goed. Ik heb niks boven gedaan. Het is te warm nu. Dus ik wacht gewoon even dat daar weer ook weer wat afkoelt. Want je kunt daar nu niks. Maar dat was gisteren trouwens nog heel grappig. Dat was ik helemaal vergeten te vertellen. Ik had natuurlijk die sandaaltjes een paar weken geleden gekocht bij de Trekpleister. En ik kom daar aan. Ik zeg, hey, hebben we nou dezelfde schoenen aan tegen Nathalie? Alleen Nathalie had ze in een ander kleurtje. Dus ja. Ik zeg, waar heb jij ze vandaan dan? Oh, een paar jaar geleden al een keer bij de Trekpleister gekocht. Ik zeg, nou, dat is wel heel grappig, want ik heb ze dus daar ook vandaan. Maar ik wist dus helemaal niet dat zij ze had. Dus het was heel toevallig dat we dezelfde schoenen aan hadden. En dat jurkje die ik aan had, Yara had ook een jurkje aan met net dat soort kleurtjes erin. Dus we waren helemaal aan het matchen. Dus je kreeg echt allemaal opmerkingen van, oh, je past wel bij tante. En de ander vroeg van, oh, hebben jullie dat bewust gedaan? Ik zeg, nee, het was heel toevallig dat we het allebei zo aan hadden. Dus het was wel heel grappig dat we echt zo'n matchend kleurtje hadden. Dus dat was wel heel leuk. Ik ga nu even lekker relaxen, want ik heb echt heel erg last van mijn rug. Vertel ik al een beetje, maar het is nu wel weer echt heel erg, want dan heb ik toch weer te veel gedaan. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik gewoon terugkijken. Ik weet nog niet wat, ik zoek wel wat op. Ik heb mijn voeten trouwens zijn nu wel weer glad voor hoe lang het duurt. En ik heb ook even een overige nagellak van mijn nagels gevuld, dus dat is ook mooi. Verder ga ik nog even een spelletje doen vanavond. De foto's bewerken voor mijn blogpost. Ik moet een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. Ik heb nog geen idee welke. En dan ga ik weer CSI kijken. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Dus dat wordt het dan ook. Dus verder niet heel spannend of zo. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dan eventjes lekker in de relaxstand. Want dan hoop ik dat het lichaam eventjes een beetje wat rust pakt. Dus dat is voor nu even de planning. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 29 juli. Ik ben klaargemaakt. Het is op zich al wel een redelijk warme dag. Want het is 26 graden. En ik dacht eigenlijk dat het iets minder warm zou worden, maar het is toch wel 26 graden geworden. Nou ja, goed. We overleven het wel, je ziet alleen de temperatuur in huis weer wat meer opstallen. Zie, heb ik weer lipgloss op en heb ik weer zo'n haartje erin. Dat is soms wel vervelend. Gisteravond heb ik voor de rechter teruggekeken. En daarna een meester Frank Visser, ik moet er nog eentje en dan heb ik alles weer gezien. Want degene die nu op televisie zijn, dat zijn herhalingen die ik dus zelf allemaal al heb gezien. Ik heb nog even lekker een spelletje gedaan. Mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even één nieuwe maken, die was niet helder. En ik heb mijn nagels gedaan. Het is die blauwe kleur. Dat is dan dit nagellakje, zeg maar, die van Catrice. Met de naam C01 See You Soon. Ah, ik vind het op zich wel een leuk, vrolijk kleurtje. Ik hou er wel van. Er zat wel weer zo'n nageurtje aan. Dat had ik bij die andere ook al. Dus ja, dat vind ik ietsjes minder. Maar goed, het is wat het is. Als je je handen gaat wassen of een handcrempje aanbrengt, dan gaat de geur ook wel minder worden. Maar als je net gelakt hebt, dan denk je van, daar word je niet zo heel blij van. Ik heb een nieuwe Netflix-serie uitgezocht. En ik ben begonnen met Eric. Ik zag hem al een paar keer voorbij komen. Ik wist eigenlijk niet of het echt iets voor me was. Maar ik zag dat de matchscore best hoog is. Het is ook een miniserie, dus ik ben op zich wel benieuwd. Ik zat er wel gelijk vanaf aflevering 1 lekker in. Ik had ook al van wat mensen gelezen die zeiden, nou, ik ben afgehaakt, want ik kom er niet in. Nou ja, dat kan natuurlijk ook. Het moet ook je genre zijn. Ik vind het vaak fijn om naar de matchscore te kijken. En als ik dan denk van, oh, die matchscore die komt wel een beetje overeen met wat ik graag zie, dan durf ik het wel aan. Ja, en als het niks is, breek je het af, weet je. Zo is het ook. En ik heb CSI gekeken. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik wel even mijn boek gelezen. Maar ik merkte nog steeds dat ik wel een beetje moe was, hoor. Dat heb ik altijd wel eventjes wat last van. Nou, zo'n leuke dag als zaterdag, dan moet ik gewoon even een paar dagen bijkomen. Maar goed, dat weet ik gewoon van mezelf. Ik ga zo meteen een was aanzetten, de kattenbakken doen, de gang en de douche. Dus dat is allemaal mooi, dat ga ik allemaal eventjes doen. Ik heb mijn kwasten gewassen, dat ga ik jullie eventjes laten zien. En verder is er ook eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. Het is allemaal vrij rustig en prima. Dus ja, dat is het eigenlijk ook wel. Ja, ik word een beetje gek van al die ongedierte in huis. Maar ja, hoort natuurlijk altijd wel bij de zomer. En nou ja, dan zien we wel verder hoe het allemaal een beetje gaat. Maar
verder is het niet heel spannend. Dus nou, dat is het eigenlijk voor nu even. Ik ben klaar. Het was erg warm om te doen en mijn rug is ook echt helemaal naar zijn grootje. Ik heb hier volgens mij een wondje. Nou, dat zie ik straks wel met douchen. Ik heb zo'n zere rug nu weer. En dat heb ik al een paar dagen, maar het wordt wel steeds erger voor als je dan bezig bent. Ze zeggen beweging is goed, maar dit was niet heel fijn. Maar goed, het is uiteindelijk wel weer gelukt, dus ik heb alles weer lekker schoon. Dus dat is wel heel fijn. Nu ga ik zo eerst even heel veel drinken, want ik heb heel erg dorst gekregen. Dan ga ik even lekker relaxen, want dit is niet fijn. Ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond gewoon weer, ik weet er alles van. Laatste week helaas, vind ik wel jammer. Volgende week begint er een ander spel. Wat op zich ook wel leuk is. Alleen, ik snapte dat vorig jaar pas echt in de laatste week of zo. Dus dat was niet zo heel handig. Dus ik hoop dat ik het nu wel snap. Maar goed, dat zien we volgende week wel. Ik ga gewoon lekker de B&B voor Liefde kijken en nog even een spelletje doen. Verder eventjes de video van morgen in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Ik moet daar nog één nieuwe foto van maken, maar dat doe ik straks, want nu is echt de energie op. Dan ga ik lekker mijn Netflix serie kijken en zie je zijn. Dan ga ik lekker de bed nog even lezen en dan ga ik slapen. Oh, gewoon even liggen. Daar heb ik gewoon echt even behoefte aan nu met mijn rug. Komt vast wel weer goed, maar het is voor nu gewoon eventjes heel vervelend. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen dan echt eventjes lekker relaxen. Dus bij deze zou ik zeggen, tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag dinsdag. Het is 30 juli. Ik ben klaargemaakt. Je moet me vooral niet vragen hoe ik het voor elkaar heb gekregen, want ik ben niet fit. Ik vertelde natuurlijk gisteren al dat ik heel erg last had van mijn rug. En nou, dat ging allemaal niet zo lekker. Muis niet doen. Je doet je nagels erin. Nou ja, goed. Ik ben op een gegeven moment gewoon even lekker op de bank gaan liggen en zo. Dat ging eigenlijk allemaal wel. Maar toen moest ik koken en ik stond eerst had ik al gedoucht en ik voelde gewoon die waterstraal die ging over mijn rug. Ik voelde gewoon de pijn in mijn schouders. Nou, toen koken, het eten ging super traag. Ik was eigenlijk niet vooruit te branden. En toen kreeg ik gisteravond er ook nog eens hele zware benen bij. Echt het gevoel alsof je benen lood waren, dat je niet op kon tillen. Ik kon ook niet echt een lekkere houding vinden om te zitten, want alles deed me zeer. Nou heb ik een aspirine genomen en op zich ging dat later wel redelijk, want die pijn uit mijn benen verdween, maar ik ben een beetje verkouden, ik heb hoofdpijn. Op zich, ik heb nu weer een aspirine genomen, dus het zakt langzamerhand wel, dus de aspirine zullen de komende dagen mijn grote vriend zijn. Maar het is 29 graden buiten en ik had net letterlijk kippenvel, ik had het koud. Nou ja, goed, dan merk je wel dat je niet helemaal fit bent. Ik heb ook echt heel slecht geslapen, want ik ben op zich ben wel heel snel in slaap gevallen. Want zelfs bij het lezen kon ik mijn aandacht er al niet meer bijhouden. Ik dacht, nou laat ik maar gaan slapen, want dit wordt hem gewoon niet. Gamen ging ook niet heel erg makkelijk, want ik had echt heel erg last van mijn hand. Die spieren, ja, lukte allemaal niet zo. Dus ik dacht ook echt, nou mijn video die kan ik niet online in elkaar zetten. Ik kan mijn blogpost niet schrijven.
Nou, toen heb ik gewoon eventjes, ik had die aspirine genomen. Toen ben ik gewoon eventjes rustig zo op die bank gaan hangen. En daarna ging het eigenlijk wel weer. Toen heb ik toch al de klusjes kunnen doen. Maar dus nu met slapen. Om het uur wakker of zo. Eerst al een keer vroeg wakker dat ik naar de wc ben geweest. Nou, toen werd ik later weer wakker van een zere keel. Toen ben ik water gaan drinken. Maar toen zegt om het uur was het raak. Dus dat was ook niet heel erg lekker. Ik heb net nog maar eventjes gelegen. Maar ik merk wel dat dat mijn grote vriend is. Ik zit ook erg te twijfelen. Moet ik wel gaan eten vanavond? Ja, ik weet wel, eten is wel goed. Ik moet ook zeggen, drinken is ook niet echt mijn sterkste planning. Want gisteren heb ik gewoon 2 glaasjes drinken op gistermiddag. En normaal doe ik dat niet eens. Normaal drink ik 1 glaasje drinken. Maar ik merkte nu gewoon gistermiddag, ik had ineens zo'n dorst steeds. En ik hoop in ieder geval dat het beter gaat. Ik ga in ieder geval zo wel even proberen hier wat te doen. Moet met tussenposes nu. En dan moet ik in ieder geval de video opnemen voor zaterdag. Dan is dat klaar. En ik hoop nog even te diamond painten. Dus ik ga even kijken wat jullie weer mee kan nemen. Maar het is niet veel even momenteel met mij. Maar het komt wel weer goed. Een griepje misschien, ik weet het niet. Maar niet helemaal fit in ieder geval. Dus dan weten jullie dat. Maar goed, ik ga nu maar eventjes wat proberen te doen. En dan is dat weer klaar. Nou, alles is toch gelukt. Ik had het niet verwacht. Ik wist niet hoe ik mezelf bij elkaar moet rapen, maar het is gelukt. Ik moet wel zeggen, als ik mezelf heb opgemaakt, voel ik me gelijk weer een stuk fitter. Ik voel me dan gelijk een stuk beter, maar ik stoot straks mijn hoofdje op. Ik deed de kleden terug, zeg maar, in de bak. En omdat ik de gordijnen dicht heb zitten, had ik niet door dat de vensterbank iets lager zat. Dus ik kwam echt zo, bam, mijn hoofd op de vensterbank. Gelukkig voel ik het nu niet meer, hoor. Het is verder ook niet blauw of zo, maar nee, wel even zeer. Ik dacht wel even van, oei, dat is niet handig. Maar ja, goed. Diamond painten was ook nog wel weer eventjes leuk om te doen. Video's opgenomen, dus dat is allemaal gewoon fijn. Ik heb zelfs de vaatwasser leeggeruimd. Dat is bijna leeg, alleen nog het bestek. En een paar kattenbakjes die eruit moeten. Voor de rest staat alles weer terug in de kast, dus dat is heel mooi. Ah, ik had niet verwacht. Maar ik heb inmiddels ook geen kippenvel meer, hoor. Ik heb het inmiddels ook gewoon weer heel erg warm. En dan heb ik in ieder geval... Ik heb niet mijn koorts gemeten. Daar ben ik eigenlijk nog wel benieuwd naar. Misschien zal ik dat eventjes doen. Dat kan ik wel eens eventjes doen. Zo, ik heb de thermometer geplaatst. Ik ben wel heel erg benieuwd, want dat had ik eigenlijk al willen doen. Ik ga zometeen wel eventjes lekker op de bank. Ik ga eventjes lekker slapen. Dat is wel fijn, want ik ben wel gewoon extreem moe. Misschien dat ik nog even een aspirintje neem. En dan ga ik straks lekker douchen. Ik heb ook weer getwijfeld. Zal ik wel gaan koken? Maar ik ga wel gewoon koken. Ik had ook een goed noedels kunnen pakken. Maar ik denk, het gaat nu alweer zo beter. Dat ik denk, ik kan wel gewoon koken, weet je. Dus ik hoop alleen maar dat het nu de goede kant op gaat. Ik heb nu ook niet meer extreem dorst. Ja, mijn keel blijft een beetje zeer doen. Maar ja, misschien ben je er ook zo wel vanaf. Verder ga ik dan vanavond gewoon weer, ik weet er alles van, kijken in de BNB voor liefde wel weer zin in. Ik vind het altijd leuk. Zit met mijn moeder ondertussen te appen wat we er weer van vinden. Want wij kijken het samen. Naast kijkt het niet. Dus dat is altijd wel leuk. Ik ga sowieso nog even wel proberen een spelletje te doen. Of het moet straks weer helemaal misgaan, hoor. Maar ik ga ervan uit dat het nu wel goed zal gaan. En dan ga ik lekker mijn vlog afmaken. Ik hoop dat dat allemaal lukt. Want gisteravond was het scherm niet heel erg fijn voor mijn gezicht. Dus ik hoop dat het wel lukt.
Foto's moet ik nog bewerken, dus ik moet even kijken hoe ver alles lukt. Dus ik kan nu heel veel plannen maken, omdat ik me nu redelijk oké voel. Maar het kan natuurlijk vanavond zo omslaan. Sowieso ga ik verder met de serie Erik. Het is wel heel spannend. En daarna ga ik lekker nog even CSI kijken. En dan ga ik naar bed toe. En dan hoop ik dat ik nu iets langer kan lezen. Het ding schiet dus op. Ik wil weten of ik koorts heb. Dus dat. Ik ga bij deze dan ook gewoon de vlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. Dus die eigenlijk krijg je een melding zodra een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. En ja, als je deze video leuk vond, doe dan zeker ook even je duimpje omhoog. Ik wacht nog heel even tot hij afgaat. Kijk, hij gaat af. Nou, ik heb 34,7. Nou, dat ding is volgens mij niet goed hoor. 34,7. Ik weet niet of dat kunnen jullie vast niet lezen. Nou ja, goed. Ik ga je voor nu in ieder geval gewoon heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!